Ik ben Mariska de Haan en ik werk hier in het UMC Utrecht op de afdeling KNO als stafsecretaresse. En ik doe de deeltijdopleiding bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool in Ede. De reden dat ik voor deeltijd heb gekozen is dat ik het heel erg goed kan combineren met mijn werk. Dat ik kan blijven werken en daarnaast mezelf kan ontwikkelen. Ik werk 32 uur. Eén keer in de drie weken ga ik naar de CAE, waar je vragen kan stellen over de lesstof, waar je extra informatie krijgt, extra tools aangereikt krijgt om dan uiteindelijk je beroepsproduct, zoals dat heet, te kunnen opleveren. Ik ben bezig met een procesverbetering waarbij er nieuwe eisen zijn aan de herregistratie van medisch specialisten. En ik ben aan het kijken hoe dat te integreren is in de huidige processen. Ja, als je twijfelt over een studie bij de CAE, dan zou ik zeggen van ga daar eens praten. Ze willen je helpen met obstakels die je ziet om die te kunnen overbruggen. En daarnaast ga met je leidinggevende praten. Ga eens vragen welke projecten of welke dingen er nu blijven liggen en die jij voor je studie zou kunnen oppakken om te gebruiken.